Het proces Rauter, een van de eerste grote successen van het RIOT, die de stemming op het instituut nog eens verhoogde. Dat was het bizarre van die vroege jaren, hoe ellendig het onderwerp van onderzoek vaak ook mocht zijn. De sfeer in huis was van een bijna schizofrene vrolijkheid, chaotisch en zelfs losgeslagen, zoals de Jong net zei. Maar dat zou veranderen. In 1948 bleek het ministerie van Financiën te vinden dat het instituut nu wel kon worden opgedoekt. De boeken die het uitgaf waren voornamelijk bronnenpublicaties bij de grote oorlogsprocessen, zoals dit stapeltje. Maar die zaken liepen af en ze interesseerden het land toch ook maar half zo midden in de wederopbouw. Al die gedane zaken, hoe lang moest je doorgaan met daar spullen over te verzamelen? Op dat moment bewees de Jong zijn kracht. Formeel niet meer dan een kantoorchef, dat vergeet je achteraf wel eens, trok hij het initiatief volledig naar zich toe, vond alternatieve geldbronnen voor het instituut en gaf daar ook een nieuwe richting aan. Of eigenlijk een richting die formeel al eerder uitgezet was, maar in praktijk nog niet echt ingeslagen. Meer dan bronnen moest het RIOT eigen werk gaan uitgeven, eigen historische studies. Dat werd het begin van het RIOT zoals we dat later hebben leren kennen. En ook het begin van een verandering in de sfeer in huis. De medewerkers vonden tijd om het materiaal dat ze verzameld hadden nu eens heel precies te lezen, dossier na dossier, en keerden daarmee pijnlijk terug naar hun eigen herinneringen aan de oorlog. Op een gegeven moment krijgt de heer Presser de opdracht om een boek te schrijven over de ondergang van de Joden. Ja. Hij krijgt die opdracht in 1949. Ja. En toen? Gebeurde er niets. Hij kon niet. Hij is zo bevangen geweest, denk ik, door de dood van zijn vrouw. Zo'n schuldgevoel gehad dat hij zijn vrouw met een slecht persoonsbewijs op de trein heeft laten reizen in een eentje. Dat hij zich overschat had op dat moment dat hij daar kon over schrijven. Ik had bestuur zijnde Presser nooit uitgenodigd om dat boek te schrijven. En hij heeft ook dagen gehad dat hij bepaalde thema's bezig was geweest, dat hij helemaal kapot was. Hij had zijn eigen vrouw verloren, in 43, in Sobibor. En dan moest hij elke dag moest hij daar luisteren naar wat de andere mensen in die kampen beleefd hadden. Hij was van ondergelopen geweest in die tijd. En als hij wegging, dan iedere dag kwam hij op donderdag bij ons werken de hele dag. Kwam hij op donderdag, was er tussen de middag, kwam hij even bij mij langs. Dan was hij vaak een doodsbleek gewoon. En dan had ik ook het gevoel, hij kan het niet meer te lang. En het is toch klaargekomen, dat boek Ondergang. Uiteindelijk verscheen Ondergang in 1965, ruim 15 jaar nadat de Jong daartoe de opdracht had gegeven. Omstreeks 1950, toen Presser net begon, werd er ook nagedacht over een geschiedwerk over de hele staat der Nederlanden tijdens de oorlog. Met die opdracht ging het ook al moeizaam. De bedoeling is geweest dat er een werk in 3 of 4 delen geschreven zou worden door een viertal Nederlandse historici. 4 wetenschappers, 4, 3 hoogleraren en een leraar van de verschillende zuilen, zoals Nederland toen erg verzuild was. Katholiek, een protestant, een humanist en nog iets. Dat die dat zouden schrijven. En ieder zou een bepaald onderdeel nemen. En daar zou in het begin zou daar een voorstudie voor geschreven worden. Dan waren die heren, afgezien meneer De Pater, die was net met pensioen, maar de andere heren hadden volledig professoraat. En dat heeft een paar jaar geduurd voordat er een letter op papier stond. Dat werk dat schoot niet op. En dat gaf mij grote moeilijkheden. Want ik had het gevoel, dat werk is uitermate belangrijk. Dat is misschien wel het belangrijkste wat het instituut te doen krijgt. En dat is aan die 4 mensen toevertrouwd. En die 4 komen nooit klaar, want die hadden allemaal als hoogleraar hadden hun eigen werk. En dan hadden ze veel te veel te doen.
En er werden vergaderingen gehouden met, met ons bestuur en de Jong. En op een gegeven moment is er gezegd, ja, er komt niks uit. Er komt niks uit. En nou, de laatste duw in de richting van de Jong, dat zou me niet verbazen als hij die zelf gegeven heeft. Maar er kwam dus uit dat de Jong het zou schrijven. En toen kreeg ik langzamerhand het gevoel dat ik het beter zelf alleen kon doen. Dat ik er wel iets van zou kunnen maken. En dat heb ik dus voor het probleem gedaan. Hoe bereiken we dat die vier de opdracht teruggeven? En ik heb toen Ben Seijers heb ik over gesproken. En ik heb aan Ben voorgesteld dat zij adviseurs zouden worden van het te schrijven geschiedwerk. En dat ik als enige die opdracht zou krijgen. Wat natuurlijk een krankzinnig idee was, dat één man dit in een voorgeschreven tijd allemaal zou kunnen doen. En je leest ook in zijn stukken van Lou dat hij, als ik had geweten dat het langer dan 10 jaar of wat dat ook van mijn leven zou kosten, dat ik het nooit begonnen. Maar toen hij helemaal bezig was, is hij gegrepen door het werk. En hij kon ook in een tempo werken wat ik nog nooit bij iemand heb gezien. En er was dus ook hele lange tijden aan het werk. Hè? 'S ochtends vroeg beginnen, tot 6 uur 's avonds bezig zijn of 5:30 of zoiets. Niet laten storen door wat dan ook. En zo is het geweest. En het zou ook helemaal niet zo uitvoerig zijn. En ik geloof toen de Jong begon met zijn geschiedwerk, dat het ook niet de bedoeling was dat het 14 delen zouden worden. Maar dat, zo is het gegaan. Ik moet zeggen, ik ben bijzonder gelukkig geweest dat ik het werk gekregen heb. En dat het zo lang heeft geduurd voor het af was, tot 88, dat heb ik niet voorzien. Maar dat heeft me tenslotte niet geremd. Maar u zegt ook, ik ben bijzonder gelukkig geweest. Ja. Ja. Terwijl sommige mensen zouden denken, het lijkt me interessant, maar ook heel pijnlijk om dat allemaal. Ja, het is wel pijnlijk, maar je weet aan de andere kant dat je een boek aan het schrijven bent, of een serie boeken, die door zoveel Nederlanders aangeschaft en gelezen worden. En ik had een goede verhouding met de pers. Dat je daarvoor werken mag, dat is een groot geluk dat je hebt. Ja. Een gelukkig man, inmiddels 90 jaar oud. En een gelukkig instituut dat zo'n man aan het hoofd had, want het schrijven van het groot geschiedwerk van de chef verzekerde dat er ook werk bleef voor zijn onderdanen. Ook al gold het Riot als een tijdelijke instelling, dat stond voor elke regering weer vast. Zolang de Jong nog aan die almaar uitdijende serie bezig was, kon je de boel eenvoudigweg niet opheffen. Sterker nog, zo bleek in 1988, na voltooiing zat zo'n opheffing er eigenlijk nog steeds niet in. Met zijn geschiedwerk bleek de Jong ons sinds de jaren 60 zo doordrongen te hebben van de ontzetting die hem en zijn medeonderzoekers in de jaren 50 al bevangen had, dat het ineens vanzelf sprak om het Oorlogsinstituut te laten voortbestaan. Ja, om het zelfs een ruimere opdracht mee te geven die ook onderzoeken naar bijvoorbeeld Srebrenica mogelijk maakte. Hoe boeken naast de historie zelf ook een historisch instituut in leven weten te houden. Ik wens u een mooie historische boekenweek. Als u meer wilt weten, kunt u zoals altijd terecht op anderetijden.nl, maar ook op het digitale themakanaal /geschiedenis, dat vanaf volgende week oude portretten van Lou de Jong uitzendt. Wij zijn er dan intussen alweer met een nieuwe uitzending, waarin we u meenemen naar een kraakpand in Amsterdam, waarin een wel heel bijzondere afscheiding van de vrouwenbeweging, zo u wilt een splinter, eind jaren 70, haar visie op de verhouding tussen mannen en vrouwen praktiseerde. Dat volgende week. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze.